Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie eindelijk de uitslag van de winactie. Jullie hebben waarschijnlijk echt super lang op gewacht, maar hier is die eindelijk. Dus jullie hoeven niet meer langer te wachten. Maar als je veel zin hebt om de uitslag te horen, moet je zeker de hele video afkijken. En ja, ik heb er echt heel veel zin in. Ik ben de hele ochtend bezig geweest met alle namen en allemaal dat soort dingen. Dus ik heb echt heel veel zin om nu de briefjes te gaan trekken. Als eerst voor mensen die de video niet hebben gezien. Ik zal hem even in het i'tje linken. Dat je kan kijken waar de winactie over ging. Want het was namelijk voor een goed doel. En het is uiteindelijk allemaal gelukt. En Josephine zit nu ook in Moskou voor haar behandeling. Dus dat is gewoon helemaal goed gegaan. En dankzij jullie hebben we natuurlijk ook geld opgehaald. Dus daar zijn we echt heel erg blij mee. En daarom gaan we nu ook de prijzen verloten. Er waren natuurlijk 7 prijzen. Je kon Joy dingen winnen, oogschaduw, parfum, dat soort dingetjes. Er waren 7 prijzen en sommige van jullie hebben ook echt aangegeven van deze prijs wil ik. Dus als je echt hebt aangegeven ik wil die prijs, dan heb ik je ook in dat bakje gedaan. Want ik heb verschillende bakjes gemaakt. Voor elke prijs heb ik een bakje gemaakt. En stel je had, want er zijn ook gewoon mensen die bijvoorbeeld 10 keer hebben gedoneerd. Dan heb ik bijvoorbeeld in elk bakje er 1 gedaan en die andere 3 ook ergens ingedaan. Zodat je gewoon heel veel kansen hebt. Ja, ik denk dat we maar gewoon lekker moeten gaan beginnen. En als je dus een prijs hebt gewonnen, dat is dus heel erg belangrijk. Dan moet je even een mailtje sturen naar dit e-mailadres die nu in beeld komt. En dan moet je daar je adres op schrijven. Je naam, gewoon eigenlijk de normale dingen. Zodat we de prijs natuurlijk naar jou thuis kunnen verzenden. Dus dat zou heel fijn zijn als je dat zo snel mogelijk reageert. Want dan komt het jouw kant op. En ik wou nog iets zeggen over de prijzen. Want ik heb natuurlijk de prijzen van Joy en van Beauty X heb ik gekregen. En de Joy sieraden komen van Suzy Fleurs. En daar kan je ook hele mooie bloemen kopen. Zit in Voorschoten. Maar dus ook Joy. Dus zeker een aanrader om daar een keertje langs te gaan. Beauty X heb ik producten gekregen. Dat was bijvoorbeeld de parfum en de oogschaduw. Om natuurlijk aan jullie te geven. En dat zit bijvoorbeeld ook in Voorschoten, maar ook in Wassenaar. Het is echt een hele mooie winkel. Waar ze echt alles hebben. En het ziet er heel mooi en schoon uit. Dus als je daar een keer wil kijken, zou ik dat zeker een keertje doen. Prijs 1 waren natuurlijk de Joy oorbellen. En er waren best wel veel mensen die die wilden hebben. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb een grote bak. En ik heb hier het bakje met iedereen die mee wilde doen voor prijs 1. Dus dat ga ik hierin doen. Zo, alles erin. Het bakje is leeg. Dan gaan we een winnaar uitkiezen. Oké, ik heb een kaartje. En dit is de winnaar voor prijs 1. Je kan ook maar 1 prijs winnen, dus dan weten jullie dat. En de winnaar van prijs 1 is Sharona Tol. Dus als je dit bent, stuur dan even een berichtje. En zet er ook bij dat je prijs 1 hebt gewonnen. Oké, dan gaan we door naar prijs 2. En prijs 2 was de Joy Ketting. Deze gaat weer in de bak. En dan gaan we een winnaar kiezen. Oké, ik heb een papiertje. Ik ben heel benieuwd. En winnaar 2 voor prijs 2 is Celine Schoelman. Sorry als ik namen verkeerd uitspreek. Dus als jij dit bent, stuur een berichtje naar het e-mailadres. Dan gaan we verder naar prijs 3. En prijs 3 was deze parfum van Lancôme. La Vie est Belle. En deze parfum, daar hou ik echt van. En hier was ook echt heel vaak, ja, er was echt heel veel op gestemd. Of hoe noem je dat? De bak zit helemaal vol. Voor wie de parfum gaat winnen. Oké, ik heb het derde briefje voor prijs nummer 3. Mariska Dureux. Sorry, ik weet echt niet hoe je het uitspreekt. Ik zal het ook allemaal gewoon in beeld zetten. Dus als jij dit bent, stuur een berichtje. Want dan komt de parfum jouw kant op. Oké, dan gaan we verder naar prijs 3. En dat was deze parfum. De Daisy Marc Jacobs Twinkle. De paarse versie.
Dus ik ga alles weer erin doen. Oké, een paarsbriefje bij een paarsje. Dat is wel leuk. Oké, en de winnaar voor de parfum is Rosa Besling. Besling, sorry als ik het verkeerd uitspreek. Dus jij hebt de Daisy parfum gewonnen. Oké, dan gaan we verder naar prijs nummer 5. En dat is namelijk het 1 Million parfum. Hier was wel wat minder vraag naar, omdat het natuurlijk ook een mannenluchtje is. Maar je kan het natuurlijk ook aan je vader of je broer of je vriendje of zo geven. Dus is alsnog echt een superleuke prijs. En het ruikt echt heel erg lekker bij jongens. En ik heb een oranje-geel briefje. En de winnaar van de 1 Million parfum is Annemieke Hoegenbeerk. Sorry als ik het verkeerd uitspreek. Zo. Dus jij hebt de 1 Million parfum gewonnen. Dan gaan we verder naar prijs nummer 6. En dat is dit oogschaduwpalet van Anastasia. En deze is echt heel, heel, heel erg mooi. Dus als je deze wint... Lucky you. Ik wil hem ook echt heel graag hebben. Zo, dus hier zitten alle mensen in die een kans maken op het oogschaduwpalet. En ik heb een paarsbriefje. Ik ga hem even openmaken. En het oogschaduwpalet is gewonnen door Robin Williams. Zo. Dus deze is van jou. Namelijk dit parfum. En dit is de Marc Jacobs Sunshine parfum. Ja, dus deze is ook echt heel erg lekker. En iedereen die er aan meedoet, die zit hierin. Het zijn er ook heel veel. Voor de allerlaatste prijs. Namelijk, ik ga even kijken, geel briefje, geel parfum, is Anne-Floor Dancola. Dus jij hebt deze parfum gewonnen. Oké, alle prijzen zijn verloot. En ik zal alles nog één keer in beeld zetten voor de winnaars. En dan moet je dus een mailtje sturen met welke prijs je hebt gewonnen, je naam, je adres, gewoon alles... postcode. En dan gaan we de prijs zo snel mogelijk naar je toe sturen. Echt super erg bedankt voor iedereen die heeft meegedaan. Sorry dat niet iedereen kon winnen, maar 7 winnaars is natuurlijk al best wel veel. En ja, dus dit waren de winnaars. En ik hoop dat jullie video leuk vonden. Elke maandag en donderdag om 4 uur komt er een nieuwe video online. Doei doei!